Op vrijdag 1 november is op de grens van Giessen en Rijswijk het nieuwe Brabantse land geopend. Wat ooit begon als dorpshuis, is nu een locatie geworden met onder andere een feestzaal, brasserie en cafetaria. Die! Even meetellen, dames en heren! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maar u herinnert zich het zwembad wat hier stond, wat verplaatst is? Wat op zich best een beetje jammer is. Maar er is gelukkig nog een zwembad hier in de buurt. Twee voetbalverenigingen die gefuseerd zijn. Uiteindelijk denk ik ontzettend goed uitgepakt. Een hele mooie brede school die gebouwd is. En niet in de laatste plaats, al binnenkort ook hier in Giessen-Rijswijk. En de voorbereidingen zijn getroffen. Ook uiteindelijk de eerste heipaal voor het nieuwe centrumplan de grond in gaan. En ja, dat heeft hij met z'n allen gedaan. En daar zitten heel veel positieve krachten achter. En dan zou ik toch eigenlijk, want er zijn hier heel veel mensen aanwezig die daarbij betrokken zijn geweest. En daar zou ik eigenlijk een applausje voor willen vragen. Iedereen die zich inzet voor het dorp Giessen Rijswijk. Eigenaar Marcel Munters is vooral ook trots op zijn team. 2 jaar lang heeft mijn hoofd overuren gedraaid. Hoe moet ik dat in vredesnaam toch gaan doen? Als ik nu omheen kijk, dan moet ik echt even slikken en heel diep ademhalen. Stiekem heb ik hier momenten gezeten in het diepst van de nacht om alleen om even in mijn arm te knijpen of ik aan het dromen ben. Wauw, wat is het mooi geworden. Als mensen aan mij vragen hoe trots ben je, ik kan er gewoon geen antwoord op geven. Ik krijg kippenvel over mijn hele lichaam. Ik sta hier nu vooraan, maar mijn dank moet absoluut uitgaan naar al die fantastische mensen die altijd in mij geloofd hebben en achter mij hebben gestaan. En mensen die natuurlijk voor dit pad allemaal geholpen hebben. We hebben keihard gevochten om hier vandaag te kunnen zijn. Ik wil zeggen, en het is een geweldig feest hier zo. Ik denk dat Giessen echt een aanwinst voor Giessen Rijswijk. Ja, een beetje zo gegroeid dat het inderdaad van een dorpshuis naar iets heel groots. Maar het was natuurlijk niet gemakkelijk om dat in één keer te doen. Maar ik moet zeggen dat ik onwijs trots ben op het resultaat. Ja. Kijk je ook niet een klein beetje met weemoed terug op het oude pand? Ja, best wel. En ik moet zeggen dat ik het heel snel al vergeet dat ik daar natuurlijk heb gezeten. Omdat ik nu dit heb natuurlijk. Je wordt een beetje geleefd nu de komende dagen. Dus misschien dat het nog komt dat ik daar heel erg nog aan terug ga denken. Maar nu ben ik heel druk natuurlijk even met vooral genieten van dit. Ja, ja en ontzettend veel belangstelling ook. Dat moet je goed doen. Ja, het doet me onwijs goed. Ik heb zoveel lieve mensen om me heen. En ook gewoon de mensen die hier allemaal zijn nu. En ik vind het echt fantastisch.